said there, for they shall know. That's why we are already telling you. First Chronicles chapter 12, verse 32. Yeah. And of the children of Issachar, which were men that had understanding of the times. See, the children of Issachar, that's a Mexican. Read on. And of the children of Issachar, which were men that had understanding of the times. Yeah. They understanding the times. So which means the time, not the clock, but the sun and the moon and the sun. This is the time, yeah. Read on. It says, to know what Israel ought to do. The heads of them were 200, and all their brethren were at their commandment. See, that's what they shall understand the time. They know when it is the time is come. Okay? Yeah. You from America? Huh? You from America? Jezus is voor iedereen gekomen, dat grote verhaal. Jezus is voor iedereen. Dat is in de Bijbel, kan je dat zien. Wat kom je zeggen? The God of our fathers raised up Jesus, who is part of the God of our fathers raised up Jesus with Yahweh Shai, whom he slew and hanged on a tree. Him hath God exalted with his right hand to be a prince and a savior, for to give repentance to Israel. For we to Israel, look at the Israel. And forgiveness of sins. Waarom mensen dat gevonden in de kerk en op de kerk? De enige mensen die. Ik ga niet naar de hemel. De fariseers gingen ook naar Jezus toe, van gingen om te wijzen van nee, hij is nu met zijn bloed heeft hij een nieuwe verbond gesloten met de mensheid. Dat is nou wat Jezus zegt. De wet is nog steeds. Pak je hem, Lucas 16, vers 16. Dit is wat hij vertelt, dit is hier. De law en de prophets were unto John. Since that time, the kingdom of Yahweh, God, is preached. And every man presseth into it. And it is easier for heaven and earth to pass than one title of the law to fill. Het is eerder voor aarde en hemel te vergaan dan dat één wet, dat één regel van de wet vervalt. Als je naar de kerk gaat, dan heb je het niet over het houden van de wet. Maar Jezus wist dat je je aan de wet moest houden. Dat is niet aan de Israëlieten gegeven, dat je altijd zou blijven. Ook in de koninkrijk die God. Wie zijn die ook in Israël zijn? We zijn Kazas. We zijn Kazas. We zijn bekeerd. We zijn de Jodendom. We zijn in de achterhoofd. Waarom destijds had je de West-Romeinse Rijk? Ja. Tegen de moslims. Ja. En voor hun om neutraal te blijven in de oorlog, hebben ze Jodendom tot zich genomen. Maar waren Kazas. Destijds waren ze van de wet.
Wat in de Bijbel staat ook dat God van een bepaalde tekenen doet. Zo is het ergens op de Joden gezet dat ze niet aangeraakt kunnen worden door buitenstaanders. Dat het is ook rijkdom, want nu heb je die blanke Joden ook een rijkdom. Ja, ja. Dat is wat wij eigenlijk doen. Precies, ja, klopt. God heeft een vriend. Ja. Maar het hoofd van ons, waarom hebben wij het niet meer? Dat is deze strook op de koninkrijk. Ja, maar al deze dingen. De reden waarom wij laag zijn als een koning, dat je deze strook op de koninkrijk hebt. Ik weet niet of ik dat was. En daarom heb je hier wat ik zeg. If thou wilt not hearken unto the voice of the Lord thy power, which is all the work that he was felt, zeggen dat wij Afrikanen zijn. Als je bestudigt, de mensen die ze slaven hebben geleid, But it shall come to pass, if thou wilt not hearken unto the voice of the Lord thy God, to observe to all his commandments and his statutes, which I command thee this day, that all these curses shall come upon thee and overtake thee. As we need some verses of hope, because of the Omdat we zien dat wij ook in de tijd van dat we in Babylonië waren, dat we ook die dingen hebben meegenomen, al die witchcraft door. Ja, maar ik geloof dit ook sowieso wel, want sowieso ja. Dat het 44 dat het Joden zijn. Ja, is wel Israëliet. Ja. Ja. The stranger that is within thee shall get above thee very high. Als we praten over de stranger, we praten over die andere mensen. En als je ziet, die hebben meer succes dan ons. Ja. Waarom hebben ze meer succes dan ons? Maar God heeft ons vervloekt als volk. Ja. Als wij niet terugkeren naar onze God, die vervloekingen zullen op ons blijven. Ja. Wat wij nu moeten doen, is terugkeren naar de Heer, God van Abraham, zegt hij ja. Als de Heer Jezus terugkomt, ga je gered worden. Je moet ook zijn naam kennen, maar je moet het kennen. Je moet in hem geloven. Schrijf je? Dat is waar aan die oude schaar. The stranger that is within thee shall get above thee very high, and thou shalt come down very low. He shall lend to thee, and thou shalt not lend to him. He shall be the head, and thou shalt be the tail. En dat is wat je ziet. De andere volken zijn de hoofd. Maar wij zijn de stad. Ja. Als je kijkt naar al deze winkels hier. Er is geen ene winkel hier in de stad die van de negen. Geen ene winkel, dat is of van een Latino. Dan ga je bij jezelf afvragen. Wie zijn Marokkanen? We zijn van de volk Ismaël. We zijn ook hier. We zijn Ismaël. Wij zijn van Ismaël. Onze voorvader is Jacob, die van is Ismaël. Maar je hebt sommige van hen die ook bij ons horen. Je hebt Berbers. Berbers, die waren zoveel mensen, maar dat is een hele Ja. Zijn uit het warme van Israël getrokken. Dat is een warme tijd. En het komt van de Moren. Ja. Dat zijn die mensen, ook van die mannen die staan te vinden. Dus ja, Berbers komen voor Israël, ook voor de Israël. Maar Israël is gespreid over de hele wereld. Thank you.
fight. Moreover, all these curses shall come upon thee, and shall pursue thee, and overtake thee, till thou be destroyed, because thou hearkenest not unto the voice of the Lord thy God, to keep his commandments and his statutes, which he commanded thee. And they shall be upon thee for a sign, and for a wonder, and upon thy seed forever. Dat stond daar lang geschreven. Wat gebeurde? In de jaar 1400 is het pas de professie pas gebeurd. En Deuteronomy chapter 28, verse 68. And the Lord shall bring thee into Egypt again with ships. Nu als mensen dit lezen aan de vraag, je weet dat Israël was destijds van slaven in Egypte. Maar God zegt, ik ga jou weer naar Egypte brengen, maar dit keer moet je. Weet je wat de woord Egypte betekent? Egypte. Egypte betekent van de Hebreeuwse Egypte, wat betekent slaven. Het is geen boekheid. Ja, houd van. Houd van bandit, precies, dat is wat het betekent. Dus God zegt, and the Lord shall bring thee into Egypt again with ships. Wie is in gevangenschap gebracht met schepen? Wat die met van die Filistijnen hebben, we hebben alleen die bijels. Dat is hier. En hier wat niet zo. En de Lord shall bring thee into Egypt again with ships. Dit is hoe je van gebracht met schepen. Dat stond er wel. And the Lord shall bring thee into Egypt again with ships, by the way whereof I spake unto thee. Thou shalt see it no more again, and there he shall be sold unto your enemies, for bond man and bond woman, and no man shall buy you. Het schip zegt, daar zullen we verkocht worden aan de vijanden. Ik heb hem nog niet zo'n vies gegeven. De mens alleen het slecht kreeg. We waren verkocht aan onze vijanden. De Bijbel profiteert dat. Daarom weten wij dat het Israëlieten zijn. Maar de Bijbel wordt betaald. Want de mensen die mensen die nu in Israël zijn, die zichzelf Joden noemen, hun zijn geen Joden. Want ten eerste, de Bijbel betaalt je, die Joden zijn donker. Ten tweede, de Bijbel vertelt je dat de ware volk van God niet meer in de hand is. Is dat ook een soort van misleiding dat altijd als heel veel Joden van Amerika wonen en ook de Sabbatier zo van de Joden in Israël? Wij zijn kaas. En is dat ook een soort van misleiding dat hun ook overal in de wereld zijn? Want toevallig dat hun ook. Dat brengt je terug naar je voorvader. Heb je wel eens van kinderen? Ja.
to put up. General Pompey captured Jerusalem. In 70 AD, Saint Ignatius, General Vespasian and his son Titus put an end to the Jewish state. And that's the score that he's doting. In 70 AD, General Vespasian and his son Titus put an end to the Jewish state with great slaughter. During the period of the military governors of Palestine, many outrages and atrocities were committed against the residue of the people. During the period from Pompey to Julius, it has been estimated that over 1 million Jews fled into Africa, fleeing from Roman persecution and slavery. The slave markets were full of black Jewish slaves. This is the Zulu and the Afrikaner, this is Slavon and the Palais, the Arabia, the Yoga. But waarom denk je dan? Maar voor het begin is ook dezelfde Duitse makro-kantjes die koppelen. Het zijn ook onze plaatsen over heel de wereld die zichzelf echt soms vervestigen. Mag ik een foto maken? Ja. Van de klassieker? Zie je wat ik bedoel? Ja. Wat aan denk je? Dat is allemaal van ons genoeg. Deze mensen hebben niet de mensen gezet. Wat ik bedoel? Maar geef je me hier. Ziet, dat is er niet. Dat is ook niet de baan. Psalms. Psalms, chapter 83, verse 1. Dat is duidelijk in Psalms. Hij zegt, keep not thou silence, O God. Hold not thy peace and be not still, O God. For lo, thine enemies make a tumult, and they that hate thee have lifted up their head. They have taken crafty counsel against thy people. These the Lord's people, the Lord's people of Israel. Ze hebben een crafty counsel, ze hebben samen gezet, eens gezet, hebben ze een complot paraat tegen ons op. Een van die complotten was om ons te vernietigen van onze nationaliteit. Met al die andere volkeren, ze kijken naar ons, ze lachen ons uit. Maar wat is de mooie ervan? God gaat ons weer sterk maken als volk. We gaan regeren over hun armen. Dat is de tijd ervoor. For lo, thine enemies make a tumult, and they that hate thee have lifted up the head. They have taken crafty counsel against thy people, to meet the Israelites. Toen Columbus kwam in Amerika, hij vernietigde de Indianen. Daarna had hij de Kingdom of Judah, had hij deze mensen gehaald en bracht hij ze ook in slavernij naar het westen. Zie je? Omdat eigenlijk de 12 stammen zijn nu allemaal in Amerika. Dat is waar de 12 stammen zijn. They have taken crafty counsel against thy people and consulted against thy hidden one.